En morgen begint Paus Franciscus aan een driedaagse reis door Irak. Historisch, want het is de eerste keer dat een paus een bezoek brengt aan het land dat gezien wordt als de bakermat van het christendom. Franciscus wil vooral zijn steun betuigen aan de christelijke minderheden die het bijzonder moeilijk hebben. Sinds de Amerikaanse invasie in 2003 verlieten al meer dan 1 miljoen christenen Irak. En tijdens de terreur van IS werden de christelijke dorpen in het noorden bijna volledig vernield. Een reportage van Rudy Franks. Een tocht door de vlakte van Nineveh, het historische hartland van de christenen in Irak. Now we are going to one of the old monasteries in this area. It's built at 5th century. Its name in Aramaic Mar Oraha. It's been San Ibrahim. This is really on the beginning of the Christianity. And it's before Islam was here. Yeah, of course. Oh, yes. We lost over than during the history of church, we lost over than 200 monasteries. Really, in this area? Yeah, in Nineveh Plan and other places. 200. Yeah. By the way, they make the doors in this level because we have persecution before, so to make the horses didn't enter the church. Maar de methodes uit de middeleeuwen hielden IS niet tegen. Na jaren van bezetting door de extremisten waren we erbij toen het klooster van Abraham bevrijd werd door de Koerdische Peshmerga-strijders. Het vernielde kruis werd met veel trots terug op de toren geplaatst, als symbool van de terugkeer van de christenen. Maar slechts voor even, want hun lot blijft onzeker. Vandaag is het dorp Bat Naya naast het klooster nog altijd een ruïne. Christus, een christelijk dorp. Een spookdorp na al die jaren. Symbolischer kan het niet eigenlijk. De meeste christenen waren weggevlucht. Priester Aram heeft al 100 families kunnen overtuigen om weer te keren. Ishak bewijst dat er nog een zinvol leven mogelijk is in dit dorp. Toch zijn er velen vertrokken, ook zijn familie. So the Christian community is everywhere in the world from yes. here. Yes. Australia, Amerika, Almania, Zweden, Canada. So you think Christian people have a future in this place? No. Het patriarchaat van Bagdad. Voor de kardinaal en alle christenen hier is dit pausbezoek een levenswerk. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont quitté le pays. 1 million. 1 million de chrétiens. Et notre présence est menacée. Peut-être cette visite du pape, le but pour renforcer les chrétiens à rester, persévérer et espérer. In de kerk van Bat Naya zie je nog overal de sporen van extremistische waanzin. They put the target like here and dus the church like for shooting. Yeah, like for the exercise training ground. Yeah. People of the cross. We will kill you all. You have no place in Islamic state. In an Islamic country. Yeah. As a father, as a Christian, how do you feel about this? In one dark night, everything gets changed. We have normal life, and suddenly everything is changed. You need to left your house, left your family, livelihood, your church, your history, your village. So people, they lost a lot. They did all these troubles, all these mistakes, but they thought this is the true way. This is the problem. We need to change their mentality. You think the Pope can change their mind? I don't think so. Il y a beaucoup de musulmans qui n'acceptent pas cela. Et aujourd'hui, on ne peut pas vivre au Moyen Âge où aujourd'hui l'être humain cherche sa liberté.
ça va venir, la liberté de conscience, pas la liberté de religion, il y a une différence, mais la liberté de conscience. Vous ne savez pas combien les musulmans attendent cette visite-là. Mossoul, ooit de hoofdstad van het kalifaat. De speciale eenheden maken zich klaar. Het bezoek van de paus vindt plaats onder draconische veiligheidsmaatregelen. Ontmoeten er oude bekenden, de muzikanten van Mossoul. Welkom terug. Zelf zijn het moslims, maar de christenen zijn hun broeders en vrienden. IS wilde het christendom vernietigen. De paus komt nu bidden op het puin van het kalifaat, waar ooit al-Baghdadi heerste. De ironie van de geschiedenis. De Tahera-kerk is een ruïne, een gedenkplaats tegen oorlog en religieuze waanzin. Coming to a church which is destroyed like this, what does it mean to you? What does it say? It's really like you feel the pain, like I'm saying a mosque is destroyed. Yeah. It's the same feeling. All the people are in one heart. It doesn't matter if you're Muslim, Christian, Yazidis. We used to live together in peace and harmony. So one day it will go back. Pourquoi est-ce que vous avez insisté pour cette invitation? Sa visite a un sens plus profond. Être parmi nous et partager notre douleur, nos peurs, mais aussi nos espoirs. Les Irakiens ont entendu durant à peu près 18 ans le bruit des guerres, des armes. Aujourd'hui, ils désirent entendre un mot sur la paix, la fraternité, le pardon, la réconciliation, faire des réformes pour préparer un avenir meilleur pour tous. Sono contento di riprendere i viaggi e questo è un viaggio emblematico anche che è un dovere verso una terra martoriata. Paus Franciscus is vanmiddag aangekomen in Bagdad, in Irak, voor een bezoek van 4 dagen aan het land. Een historisch bezoek, want hij is de eerste paus ooit die voet zet op Iraakse bodem. Het wordt de gevaarlijkste reis van deze paus tot nog toe. Er zijn duizenden veiligheidsmensen ingezet. Het is trouwens ook de eerste reis van de paus sinds het begin van de coronapandemie. Irak in het Midden-Oosten heeft een bevolking van ruim 40 miljoen, veruit de meerderheid, 98% dat zijn moslims, maar er is ook een kleine minderheid christen. In 2003, bij de val van dictator Saddam Hussein, waren ze nog met 1,5 miljoen, de christenen. Sindsdien worden ze vervolgd en blijven er nog ongeveer 200.000 over. Irak staat 11e op de ranglijst van landen waar christenen vervolgd worden. De paus komt met een vredesboodschap. Tacciano le armi, se ne limiti la diffusione, qui ovunque, cessino gli interessi di parte, quegli interessi esterni che si disinteressano della popolazione locale. Si dia voce ai costruttori, agli artigiani della pace. Rudy Franks, jij bent ook naar Irak afgereisd om verslag uit te brengen. Ja, het is een uitzonderlijk bezoek. Hoe is de paus onthaald in Irak? Ja, Annelies, met heel veel enthousiasme. Er zijn ondanks de lockdown, ondanks de pandemie, zijn er duizenden mensen op straat gekomen. En het is niet alleen enthousiasme bij de christenen in Bagdad, maar ook bij heel veel moslims. En dit is een reis voor de geschiedenisboeken, ongetwijfeld. De paus zelf beschouwt dit als de belangrijkste reis van zijn pontificaat. Maar het is ook de gevaarlijkste reis. Als je ziet dat hij midden in een pandemie komt, de paus zelf is gevaccineerd, maar hij moet handen schudden, ontelbare handen schudden, en hij wordt omhelst. En ja, de mensen komen op straat. Het is ook de gevaarlijkste reis omwille van terreur en oorlog. Dit land is al decennia verscheurd. Hij verplaatst zich met een gepantserde wagen of met een helikopter. Maar toch, dit is ook het land waar IS zijn kalifaat heeft gesticht en waar eigenlijk IS opnieuw in opkomst is. En toch lijkt hij onbevreesd en er eigenlijk van te genieten. Ja, hij gaat er 4 dagen verblijven. Wat staat er op zijn programma?
En dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Hij komt naar hier om die christenen, waaronder een miljoen vertrokken is de voorbije jaren, naar het buitenland gevlucht, een hart onder de riem te steken. Vandaag heeft hij trouwens de kerk Lady of Salvation, de Verlosserskerk, bezocht. Een kerk waar 10 jaar geleden, ik heb die toen ook bezocht, meer dan 50 mensen afgeslacht zijn om met eigen ogen te zien wat het leed van de christenen is. En ook en vooral, hij wil pleiten voor een interreligieuze dialoog. Religie mag niet misbruikt worden voor geweld en oorlog in deze regio. Dus hij gaat naar Ur, waar Abraham vandaan is, de aartsvader voor zowel Joden, christenen en ook voor moslims belangrijk. En het allerbelangrijkste, het is een boodschap van vrede, tegen terreur, tegen oorlog, voor de hele regio. Het is een boodschap die heel ver zal reiken. Hij noemt zichzelf trouwens een pelgrim voor de vrede. En dat vat denk ik alles samen. Dankjewel Rudy voor je uitleg. De vincitori ne vinti, ma fratelli e sorelle, che nonostante le incomprensioni e le ferite del passato, camminino dal conflitto alla unità. Een oproep tot eenheid en verzoening van paus Franciscus op de tweede dag van zijn historische reis naar Irak. De paus bracht vanochtend in de stad Najaf een bezoek aan de Shiïtische leider al-Sistani en reisde daarna naar Ur, de geboorteplaats van Abraham, die beschouwd wordt als aartsvader van Joden, christenen en moslims. De paus moest een stukje te voet door de nauwe straatjes van de heilige stad Najaf om bij de hoogste Shiïtische geestelijke leider in Irak op bezoek te gaan. Franciscus en groot Ayatollah al-Sistani, 90 jaar oud, hebben 3 kwartier met elkaar gesproken. Een paus die een hoge Shiïtische Ayatollah ontmoet, dat was een primeur en een duidelijk symbool van verzoening. Maar daarna reisde de paus naar een plek die de religieuze eenheid en toenadering nog veel meer in de verf zet. De Bijbelse stad Ur, geboorteplaats van aartsvader Abraham. Dove visse Abramo nostro padre? Ci sembra di tornare a casa. Voor Joden, christenen en moslims is Abraham een belangrijke figuur in het geloof. Toch kon de paus het geweld dat Irak de voorbije 20 jaar verscheurd heeft moeilijk uit de weg gaan. Ostilità, estremismo e violenza non nascono da un animo religioso. Sono tradimenti della religione. E noi credenti non possiamo tacere quando il terrorismo abusa della religione. Het aantal christenen in Irak is de voorbije decennia sterk teruggelopen, van 1,5 miljoen naar 500.000. Met zijn bezoek komt de paus hen zijn steun betuigen.